Hoi, Sander hier van radiowinkel.com. Het is weer tijd om het even te hebben over een nieuw radiomerk van de maand. Nieuw is niet geheel van toepassing op het merk Sangyan. Of Sangyan, zoals sommigen zeggen. Ik zeg altijd Sangyan. Bestaat al ruim 45 jaar. En dus alles behalve nieuw. Maar voor veel mensen is het wellicht een nieuw merk. Van oudsher kennen we natuurlijk de Philipsen, de Sony's, wellicht de Pioneers, de Technics. In de radiowereld heb je hele andere merken, waaronder Sangyan toch wel een hele klinkende naam is voor mensen met verstand van radio's. Maken een groot gamma aan verschillende soorten toestellen, van hele kleine zakradiootjes, AM, FM in dit geval. Echt lichtgewicht, zuinig met stroom. Koptelefoontjes erop, eigen speakertje heeft hij. En luister maar, kan je over heel de wereld gebruiken natuurlijk. Duurzaam, ook ideaal als noodradio. Werkt op een paar kleine batterijtjes. Dus dit is dus een type, ja, dat je zegt van oké, dit is wel een soort onderkant van hun gamma. De bovenkant is eigenlijk het toestel wat hieronder staat. Dat is een Reverie R10. Dat is een groot toestel en een kamertoestel. Noem ik het een stereovervangend toestel. Zeer goed geluid. Alles erop en eraan. Internetradio, DAB+, Bluetooth, afstandsbediening, noem maar op. Luxe afgewerkt. Dat is een beetje de bovenkant van hun gamma. Daartussen hebben ze dus allerlei leuke toestelletjes voor allerlei soorten gebruik en toepassingen. Ik licht er even een paar uit. Ze staan natuurlijk allemaal bij ons op de website op radiowinkel.com. Bij Radio Merken en dan Sangyan. Dat zijn al die types met beschrijvingen. Maar ik licht er even een paar uit die ik zelf wel leuk en bijzonder vind. Hier de WFR 32. Is eigenlijk bedoeld als een wekkerradio met internet. Waarom wekkerradio? Nou, toetsen zitten aan de bovenkant. Dus als die naast het bed staat, is je makkelijk te bedienen. Met voorkeurse toetsen erop en zo. En wekfuncties, noem maar op. Heeft dus internetradio, stereo speakers. Kan je ook met USB op, je kan je telefoon opladen. Nou ja, een heel gaaf toestel. Hout. En ik ben er blij mee als product, zeg maar. Zit geen DAP op. De meeste hebben en DAP. Of DAP en internet. Maar deze heeft alleen internetradio. Dus dat is eventjes iets om te weten. Maar voor naast het bed is dat meestal juist perfect. Ook als je wat slechte ontvangst hebt met DAP. Dan ga je met een normaal radiootje ga je even een beetje ergens anders zitten. En dan heb je wel ontvangst. Maar bij een slaapkamer, een wekkerradio, lukt dat natuurlijk niet. Want die moet hier op een nachtkastje staan. Oftewel, aan te raden om dan eens ook naar een hybride. Dus internet en DAP. Of een internetradio te kijken. En is dit een hele gave keuze. En als je van de zakradiootjes bent voor te sporten of gewoon te wandelen of te fietsen of wat dan ook. Of in bed van mijn part. Heb je natuurlijk ook de DAB versies. Dit is een DPR 35. Deze vind ik zelf een van de betere pocketradio's, zakradio's met oplaadbare accu. Die ook DAB ontvangst heeft. Dus echt een aanrader. Die is er ook in wit en rood. Deze is dan de zwarte. De witte en de rode heet de DPR 34. En dit is echt een aanrader mocht je op zoek zijn naar een zakradio. Maar Sangyan heeft dus meerdere types zakradio's. Een andere wekkerradio zou kunnen zijn deze hier, de DCR 83. Er zitten ook allemaal geluidjes in voor bij een slaap te vallen of bij wakker te worden. Mocht je de wekker hebben gezet op die functie. Groot display, makkelijk te bedienen, functies bovenop. Klinkt goed, ook als Bluetooth speakertje te gebruiken. Echt een gaaf ding ook. Is er ook het wit. Waar Sangyan de laatste tijd ook heel erg succesvol mee is. En eigenlijk al waren, maar ja, gezien de slechte omstandigheden.
gevaarlijke omstandigheden, vanwege de oorlog en dergelijke, ja, zijn mensen toch geneigd om ook een noodradio in huis te hebben. Nou, Sangyang heeft daar een goed assortiment in, al sinds jaar en dag. Dit is de all-time favorite. MMR 88 DAP, die is er ook zonder DAP overigens, in AM, FM en ook in camouflage kleuren. Dit is eigenlijk ja, de noodradio voor in de meterkast, maar ook gewoon voor dagelijks gebruikt als radio. Dus DAP plus een FM ontvangst, zit een zaklamp in, zonnepaneeltje kan je opdraaien voor op te laden in noodgevallen. Normaal laad je hem natuurlijk gewoon op via de USB netspanningsvoeding van je telefoon of eentje die je erbij koopt of hebt. En er zitten gewoon de meeste basisfuncties op. En is gewoon een leuke radio, maar ook een noodradio. Dus in de meterkast te bewaren bijvoorbeeld, voor als het echt een keer misgaat. Ze hebben ook een luxe versie. Een MMR 99. Dat is deze. En die hebben ze ook in... dit is een AM-FM variant met Bluetooth. Die hebben ze ook in de DAB. Dus DAB FM met Bluetooth. In totaal twee kleuren van elk. Heel gave radio vind ik. Die heb ik zelf ook thuis. Klinkt super goed. Gebruik ik elke dag. Kan je ook als Bluetooth speaker gebruiken. Maar hij is een beetje groot om bijvoorbeeld als reisradio te gebruiken. Als je mee op rugzakvakantie wil, dan zou ik liever deze nemen. Maar dit is ook een ja, voor in de meterkast of thuis een radio die dus op oplaadbare accu gaat, op te draaien is. Of het zonnepaneeltje kan je hem ook opladen. Hoewel dat lang duurt toch in Nederland. Maar het werkt wel. Ja, verder is Sangyang groot in, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens gewone radio's. Voor standaard toestellen. In allerlei vormen, kleuren en maten. Oplaadbaar, niet oplaadbaar. Klein, groot, stereo, wit, blauw, groen, noem maar op. Veel van dit soort types staan bij ons op de site te zien. Erg gaaf. En heel praktisch vaak. Goed te bedienen. Foolproof om het zo maar te noemen. In dit geval preset knoppen. Alles is goed voelbaar ook. En ja, heel degelijk. Als laatste wil ik eventjes deze nog uitlichten. Er is een beetje vreemde eend te bijt. Ziet er een beetje apart uit. Met een handvat. Kunnen batterijen in en die batterijen kunnen ook oplaadbaar zijn en in de radio worden opgeladen. Heel erg handig, ook bijvoorbeeld om ja, buiten mee te nemen naar het terras of op je balkon of wat dan ook. Zit ook alles op en aan. Internetradio en DAP en FM natuurlijk, Bluetooth. Ik vind het een heel gaaf ding. Je kunt ze ook koppelen als je op de wifi zit. Kun je er meerdere tegelijk aankoppelen die dan hetzelfde spelen. Een soort multiroom, zeg maar. Ook goed geprijsd. Dat geldt overigens voor alle Sangyangs, vind ik. Ze hebben een goede prijs-kwaliteit verhouding. Enorm goede service. Er zit een kantoor in Nederland. En ja, alles gaat allemaal soepel en snel. En ja, ik ben echt, echt blij met dit merk. Dus ik kan het van harte aanbevelen. Nogmaals, alles staat op radiowinkel.com bij Radiomerk en dan Sangyang. Mocht u nog vragen hebben, uiteraard bellen of mailen of chatten. Dan kan ik iets specifieker op uw vragen ingaan. Oké, dit was het. Dit merk heeft natuurlijk, zoals de vorige radiomerk van de maand, speciale aanbiedingen. Houd het in de gaten op de website. Oké, tot ziens.